Voor iedereen die een spiegelreflexcamera heeft of een systeemcamera weet dat de ISO een hele belangrijke tool is voor het maken van een mooi goed plaatje, zeker voor videografie. Met de ISO kun je je plaatje digitaal verhogen, lichter maken. En met deze soort van onnatuurlijke bewerking in camera kan je ervoor zorgen dat je met sommige camera's zoals de A7S II in het donker kan zien. Via zulke goede ISO-waardes kunnen camera's tegenwoordig al jaren veel meer dan ons menselijk oog. Het is een onnatuurlijke versterker, want je gaint bij. En eigenlijk nu de A7S III uit is gekomen, komt er een extra dimensie bij. Deze camera heeft namelijk iets nieuws. Althans, nieuw voor de Sony-reeks en nieuw voor heel veel andere high-end camera's. Het is iets wat steeds populairder lijkt te worden. Dual Native ISO. En in deze video ga ik je zo simpel mogelijk uitleggen wat het is. Hoi allemaal, mijn naam is Robin de Ridder. Welkom op het kanaal van Romedia Films. Dit is het YouTube-kanaal waarbij je meer kunt leren over fotografie, videografie en het ondernemerschap dat erbij komt kijken. En vandaag gaan we het hebben over Dual Native ISO. Een technische term. Een technische term voor heel veel nieuwe high-end camera's. Want het wordt steeds populairder en het begint ook steeds vaker voor te komen in nieuwe camera's. Nou, zoals je weet heb ik sinds kort de nieuwe A7S III. En deze beschikt over Dual Native ISO. Maar wat is dat nou eigenlijk precies? Nou, eigenlijk 99% van alle camera's, en waarvan de kans groot is dat jouw camera dat dus ook heeft, heeft een single ISO. En dit betekent dus eigenlijk dat je een base ISO hebt. Dus dat is eigenlijk het moment waarbij er niks versterkt wordt in camera, niks onnatuurlijks wordt versterkt. En vanaf daar, als je je ISO gaat verhogen, introduceer je ruis. En we weten, ISO en ruis, dat is een slechte combinatie eigenlijk. In die zin dat ISO er natuurlijk voor zorgt dat er steeds meer ruis bij komt als je je ISO omhoog gaat gooien. Het is een compensator eigenlijk ten opzichte van je diafragma en je sluitertijd. Als je camera dual native ISO heeft, wil het dus zeggen dat je dus twee bases hebt, twee natives, waar je plaatje dus eigenlijk veel minder last heeft van ruis. Dus je hebt een basis, dan verhoog je trapsgewijs je ISO steeds hoger. Op een gegeven moment kom je aan tegen een punt waarbij er gewoon heel veel ruis is geïntroduceerd. En dan bereik je je tweede base. Vanaf dat punt kom je dus eigenlijk weer op een nieuwe native terecht, waarbij de ruis dus ineens indrukwekkend naar beneden wordt gehaald. En vanaf daar ga je dus weer verhogen. En dit creëert dus eigenlijk omstandigheden waarbij we bij een bepaalde hogere ISO misschien minder last hebben van een ISO die lager is. Dat is natuurlijk heel raar, omdat we altijd gewend zijn geweest dat de ISO, hoe hoger die is, de meer ruis oplevert. Klinkt misschien nog vaag, ik ga je een voorbeeld geven. Nou, we beginnen hier op zwart beeld en mijn A7S III heeft een dual native ISO. Hoewel dit nooit is aangekondigd door Sony. En omdat we op 10 bit kunnen filmen, kunnen we veel meer gebruik maken van bijvoorbeeld S-Log. Dit is een plat en gedesatureerd profiel wat kleurbewerking vereist. En de native ISO van S-Log 3 is ISO 640. Dit betekent dus dat we op ISO 640 het minste ruis hebben. En wanneer we dit gaan verhogen naar bijvoorbeeld ISO 10.000, introduceren we echt een bak met ruis. En dit willen we natuurlijk niet. Omdat de tweede native ISO op ISO 12.800 ligt, zal het plaatje er ineens veel cleaner uitzien. Nou, dit is natuurlijk krankzinnig en de eerste keer dat ik dit zag was, what? Het was een beetje mindblowing en een beetje raar ook, omdat we, dit gaat een beetje in tegen alle regels die we tot nu toe hebben geleerd en kennen over ISO-waardes. Dit opent dus eigenlijk allemaal nieuwe deuren voor videografen zoals ik, waarbij je misschien in situaties terechtkomt waarbij je je A7S III pakt en bijvoorbeeld in hele lichte omstandigheden misschien alsnog naar 12.800 gaat qua ISO en misschien gaat werken met een ND-filter. Om dus dat licht wat door de ISO-waardes extra binnenkomt, ook weer tegen te houden. Dit levert natuurlijk best wel rare situaties op, omdat we dat normaal gesproken niet gewend zijn geweest. Belangrijk om te vertellen is wel dat des te hoger je ISO gaat zijn, des te meer invloed dat heeft op het dynamisch bereik van je camera. Dus hou dat wel heel goed in de gaten. Ik heb hier nog een voorbeeld met normaal beeld. Nou, voor elk picture profile werkt dit dus anders. Daar waar je bijvoorbeeld hele populaire profielen hebt, zoals bijvoorbeeld Cine 4 en HLG, hebben die dus ook weer andere waarden waar ze mee werken. En je kan dit het beste uitrekenen door de basis ISO te pakken. Dat wordt vaak in de camera, zoals de A7S III, wordt dat ook al aangegeven wat de basis ISO is. En die verhogen met 4 stops.
Vanaf dat moment zal de camera automatisch overschakelen naar de tweede native ISO. Je krijgt daarmee dus een cleaner plaatje. Je gaat misschien wel iets achteruit qua dynamisch bereik. Dus het verschil tussen het lichtste licht en het donkerste donker. Misschien is dat nog wel de overweging waard, omdat we natuurlijk ruis over het algemeen gewoon heel erg lelijk vinden. Nou, de A7 S3 beschikt dus over dual native ISO en ik ben er persoonlijk heel erg blij mee. Hoewel Sony het nooit heeft aangekondigd of het nooit als marketing stunt heeft gebruikt, vind ik het wel heel erg tof. En is het ook wel een klein beetje wennen om te weten dat je op ISO 12800 echt krankzinnig mooie clean plaatjes kan krijgen. Het kan zijn dat dit misschien wat technisch voor je was. Het kan zijn dat je denkt van, dit heb ik al lang geleerd in de Philip Bloom of de Gerald Undone video's. Al die Amerikanen en Canadezen en Engelse mensen die altijd van die mooie Engelse video's maken. Ik wou heel graag een Nederlandse versie maken. En ik hoop dat dit relatief simpel is uitgelegd. Heb je nou iets niet begrepen of denk je nog steeds van, ik snap niet waar ik het over heb? Laat hieronder even weten in de reacties, want dan reageer ik daar zo snel mogelijk op, tot zover mijn kennis daar ook over gaat. Dan wil ik je graag nog even op de hoogte brengen van mijn Romedia Academy. Dat is een online website / community / e-learning platform waar je je op kan aanmelden. Dat is voor allerlei soorten beeldmakers, videomakers, content creators. De link staat ook hieronder in de beschrijving. Je kan je inschrijven, je kan cursussen volgen, je kan e-books downloaden. Alle content dat ik maak komt daarop terecht. Je kan elkaar vragen stellen over technische dingen, over inhoudelijke dingen, over het maken van betere video's en noem maar op. Dus neem even een kijkje op www.romediaacademy.nl of check natuurlijk even de link hieronder in de beschrijving. Vond je deze video nou tof? Vond je het leerzaam? Heb je er iets aan gehad? Gooi eventjes een hele dikke duim omhoog en vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's en het belletje aan te klikken voor nieuwe notificaties in je mailbox als ik een nieuwe video heb geüpload. Hartelijk dank voor het kijken voor nu en ik zie je heel erg graag weer bij de volgende video.